Hij is daar in de lucht, je ziet hem met Joey. Oké. Ja. Lock and load. Fire. Oh shit, Sekiro. He's down! Lekker Joey! Helikopter lekker, down, helikopter down. Oké, jongens, bereid je voor op de rest. Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Faik No Way. Ik ben vandaag samen met Faiko Killer J en Royalistic. En dat zijn vandaag mijn bodyguards. Want ik ben vandaag namelijk VIP. Ja, dat is iets nieuws. Dat is best wel tof. Je kan wat nieuwe dingen in GTA. En ik heb ook een hele mooie boot gekocht. Of een, nou ja, een jacht. We hebben zelfs onze eigen barvrouw. Oh, wat is die vrouw toch aardig. En ze staat daar 24-7. Ja, dat is eigenlijk een soort verslaaf. Maar ja, laat even zien. Wat kan je allemaal in zo'n jacht? Want ja, zo'n boot, die kan je dus nu nieuw aanschaffen. En het is niet echt heel erg goedkoop. Je moet er best wel wat GTA 5 online monies voor hebben. Ik heb er zo'n 10 miljoen aan uitgegeven. En als je dat wilt krijgen, moet je wel heel veel GTA spelen. Of je moet kopen, maar dat is best wel prijzig. Maar dit is dus mijn boot. We hebben hier genoeg slaapkamers. Kijk, we hebben hier een slaapkamer. Dit is toevallig de slaapkamer van... Wie was deze ook weer? Van Roy, volgens mij? Ja, dit is Roy's slaapkamer. Van mij. Ja, deze is van mij. En die heeft hier zelfs gewoon een stinger op de grond liggen. Nou ja, laten we even gaan kijken bij Killer J's slaapkamer. Die zit hier een stukje verderop. Dit is namelijk onze YouTube crewboot. Kijk, hier hebben we de slaapkamer van Killer J. Of is dat hiernaast? Ik heb niet eens een bed. Hier, dit hoort er ook bij. Oh. Jawel, jawel. Tadaam. Ah. Je hebt zelfs een tweepersoons bed. Oh ja, ik heb een machinegeweer. Ja, en mijn slaapkamer, die zit hier. Dus het is een mooie boot. Er liggen ook wat wapens in. Laten we naar buiten gaan. We hebben zelfs nu onze eigen privé helikopter. Dat is ook heel tof. Wat gaan we in deze video doen? Wacht. Ik moet eerst even buiten checken voordat ik naar buiten ga. Oké, dan moet eerst even gecheckt worden of het veilig is natuurlijk. Want we hebben nou nogal wat problemen soms met andere VIP's. Sommige zijn drugdealers, sommige zijn vijanden van Michael's We hebben iemand buiten staan. Shit, inderdaad. Twee. What the fuck? Iemand die... meneer Jetson Power. Kent kunnen die we wapens? Oh, we hebben geen wapens. He is not approved on the boat. I will give you access. Oké, ik ga even die die guy... Oké, jongens, gaat hij. Ik ga de hoorn klinken en dan vanaf dat moment kun je schieten. Oké, de shotgun. Pak de shotgun. Je moet echt van de boot af. Boom! He's dead. Is het veilig buiten? Kan ik naar buiten toe? Oké, er lopen ook nog mensen in passive mode op de boot. Die vertrouw ik ook echt voor geen meter. Nou, hou ze in de gaten, jongens. Want wie weet gaan ze in één keer schieten als ze uit passive gaan of zo. Ja, dat is het leven van de bodyguard, hè. Ze moeten me beveiligen. Ik ga naar de heli. Span, naast onze heli. Laten we naar de heli gaan. We moeten weg hier. Ja, er is daar iemand. Die ga ik eerst eventjes vermoorden. Voordat hij de heli instapt. Hoppakee, he's down. Ik stap achterin. Meneer, stap in, snel. Royalistic, u heeft ervoor gezorgd dat er nu een grote bloedvlek zit op de zijkant van mijn helikopter. Daar ben ik niet zo heel blij mee. Die gaat u straks wel schoonmaken na uw dienst, hè? Dat snap je zelf ook. Als eerste bedreigend, wil ik heel graag naar de ammunition. Want ik wil nog wat ammo kopen voor, je weet maar nooit, als we in een gevaarlijke situatie belanden. Is namelijk nu de boot van het Private Military Army, of Private Military Company van Killer J en mij. En Royalistic, die is nu ook een nieuwe bodyguard geworden. We gaan binnenkort nog wel eens een keer video's maken voor de Private Military Company, waar we dus weer wat nieuwe voertuigen gaan stelen. Dus hebben jullie nog ideeën van voertuigen die wij echt nodig hebben in ons Private Military Company? Laat het weten in de reacties. En nu zijn we even onderweg naar de ammunition. Kan iemand wel de helikopter straks in de gaten houden? Dat hij niet wordt gejat of weet ik veel wat ermee kan gebeuren. Want je weet het maar nooit. Dan kun je in ieder geval een mooie view. Laat ik even in first person gaan. Want ja, een echte VIP. Die kan natuurlijk gewoon champagne drinken in zijn helikopter. Natuurlijk. Als je niet zo hard ronddraait met die heli, dan hou ik het in het glas. Sorry, meneer. Je ook echt zitten met die champagne, holy shit. Zo, ik neem lekker een dipje. Oh, we zijn al aangekomen. Bij de ammunition. Ik weet niet of we toestemming hebben om hier te landen, maar ja. Je bent de VIP, meneer. We landen op de locatie, Oké. Nou, iemand even bij de deur wachten. Ik wil even veiligheid voor alles. Ik doe de heli even weer in de lucht, meneer, zodat hij niet gestolen wordt. Hier komt iemand met de Kuruma aangereden, maar hij zit weer in passive mode.
Karuma passive mode. Oké, jongens, beschermen. VIP, zorg ervoor dat je goed gearmored bent. Ik haal even weer wat kogels. Voor mijn special carbine en zo. Ik heb weer dingen om helikopters uit de lucht te schieten. Mochten ze in één keer onze boot willen gaan raiden. En ik heb ook volle armor. Oké, kan de helikopter landen? Dan kan ik instappen. Er staat iemand voor de deur te wachten, Roy. Kun je... Oh, er komt iemand naar binnen. Shit, er komt een vrouw. Er komt een Playboy bunny naar binnen. Maak de dood. Oké, ik ben geland, meneer. Oké, let's go. Go. Ik ga wel achterin zitten naast Stefan. Zo, ik zit. Oké, snel omhoog. We willen haar niet mee. Oké, nice. Let's go. Nou, ondertussen ga ik even op het internet kijken. Of ik al kan vinden. Laten we het naartoe, internet. Meneer. Wacht, ik neem nog even wat champagne. Want niks is beter om een beetje aangeschoten op jacht te gaan. Op jacht of naar uw jacht? Waar wilt u naartoe? Ik wil graag naar mijn jacht. Oké. Voor veiligheid. Ik heb de schuifdeur open gedaan om te patrouilleren. Vanuit de lucht. Oké. Maar wat gaan we met deze video doen? Je hebt namelijk allemaal nieuwe opties als VIP. Ik kan eventjes laten zien. Aan de linkerkant kan je zien Securo Verf of zo. Ik kan het echt niet uitspraken. Maar dat is in ieder geval een beveiligingsbedrijf. En daar heb je een aantal VIP work missies. Daar kan je best wel veel geld mee verdienen. Je hebt ook VIP challenges. En je hebt VIP abilities. Waardoor je bijvoorbeeld een limo kan spannen. Met een dikke turret op het dak. Dat wil ik wel deze video. Ho. Niet veilig. We hebben ook een We worden beschoten van ons jacht. Oké, we worden beschoten. Andere flips op de boot. Ik pak mijn sniper. Oké, iedereen voorbereiden. Als je stil gaat hangen, snipe ik ze eruit. Als je stil gaat hangen, snipe ik ze eruit. Ik land boven de berg, meneer. Ik ga toch mijn RPG erbij pakken. Of kan dat niet? Fit moet eerst in veiligheid worden gebracht. En we kunnen vanaf deze berg, denk ik, wel snipen naar de boot. Dus ik land gewoon op deze berg. Ja. Want wij worden nog ook steeds gesniped. Er wordt nog steeds op ons geschoten. Holy shit, jongens. Ja, we hebben inderdaad wel wat ruzie met wat andere partijen. Ik weet niet, hebben we niet goed beschermd met ons Private Military Army? Ik weet het niet. Geen idee, maar Royalistic, stap uit de heli, pak je sniper, oké? Ik ga de VIP in veiligheid brengen, oké? Oké, is goed. Let's go. Oké, nou ja. Joey vliegt mij naar veiligheid toe. Ondertussen ga ik even dan in het vliegtuig kijken. Op het internet. Hou de heli alsjeblieft even heel. Dan ga ik even kijken. Ja, een rijke VIP wil natuurlijk ook nieuwe villa's kopen in GTA 5. Dus even kijken. We hebben allemaal nieuwe appartementen nu. Die in de bergen te vinden zijn. Ik ga ze even zoeken. Downtown. Ja, meneer, kunt u vanaf hier ook uw beveiliging aanzetten op de jacht? De helikopterbeveiliging op mijn jacht? Oh ja, dan kunnen ze niet meer terug. Dan kunnen ze natuurlijk niet meer terugschieten. Ja, dan ga ik eens even uitproberen. Nee, vanaf hier kan ik ze niet sniperen, dat is veel te ver. Jacht services, defense staat aan. Er kunnen nu niemand meer schieten op mijn jacht. En als er helikopters in de buurt komen van mijn jacht, worden ze uit de lucht geschoten. Oké. Joey, ik ga eventjes dan in de heli kijken naar een nieuw huis. Helemaal dan kunnen we misschien dan, al naar mijn nieuwe huis. Breng ik de andere bodyguard weer op. Even kijken, browse web. Eens even kijken. Wat voor huizen zijn er in de aanbieding vandaag? Er zijn een aantal super toffe nieuwe appartementen in de, hoe heet het, die bergen van Los Santos ook weer? Pinewood? Nee? Oh ja. Jongens, deze zijn crew onderweg met een package die we kunnen jatten van ze. 800.000. Wilt u dat gaan doen, meneer? Dat gaan we straks. Oké, package, waar is een package? Pick even onze andere bodyguard op. Package is op het vliegveld. Oké, daar gaan we heen. Dat zijn we in een package? Ja, dat is van de andere crew. Oké, goed idee. Ja, oké. Iedereen voorbereiden, laat hem snel instappen, want we moeten wel echt snel zijn, want zij zijn ook onderweg. Ja, kom maar. Ik probeer in te stappen, maar het is hier nogal heel erg schuin. Gaat het zo lukken? Ja, ik moet dan aan de zijkant staan. Oh, dat is wel heel erg mooi dit. Ja, oké, let's go. Oh fuck, ik stap uit! Nee, daar zijn iemand verloren. Ik dacht dat ik er nog niet in zat. Oh, fuck. Je zat al in. Ik dacht dat ik er nog niet in zat. Ja, ineens teleport ik in de helikopter, dus toen... Ja, dat is altijd zo, Roy. Kom op, Roy. Dat wist ik niet, sorry. Ik heb weer op eigen gedrukt. Kijken of ik er nu wel... Ja, let's go. Oké, let's go. Oké. Ik zou even de kaart in de gaten houden waar de enemies zich bevinden. Oh, de package is onderweg. De package is onderweg. Hij rijdt nu... De package staat er nog gewoon. Oké, er is een helikopter. De package zit in de grote loods. De package ligt daar nog. En het vijandelijke team gaat nu richting de package en zijn vlak bij de loods. Dus laten we snel richting de ingang van de loods gaan en onze wapens vast pakken. Want er is een grote kans. Er is ook een boot daar bij het vliegveld. Kijk uit. Er is een helikopter, een boot. Blijf ook uit de buurt van die boot, hè, Joey. Voordat we uit de lucht worden geknald. Ja. We moeten wel rekening mee houden, meneer, dat
degene die de package heeft. Ik weet niet wie de package heeft, want ik zie het niet. Maar dat zijn natuurlijk ook zwaar bewapend zijn. Ja, ze hebben hem. De package, take ja. It for, take it from him. Oké. Okay. Ga voor de loods hangen, ga voor de loods hangen. Oké, de package has... Ik pak een heel sterk wapen nu. Welke loods is het? Deze loods aan de linkerkant. Ja, kijk ja, uit. Waar je nu naar kijkt. Oké, draai naar links. Hij is in de auto, hij is in de auto, Hij zit in de auto. Ga hem omhoog, omhoog. Naar links. Hij gaat, hij staat hier waarschijnlijk nu ergens. Proberen, ja, oké, schieten! Oké. Ja, ik heb geen raketten, groot vriend, in deze heli. Dus ja, ik ook niet. Ik kan mijn raket niet pakken. Wel een carbon rifle, alleen we hangen er recht voor, dus je kan ook niet op schieten. Nu wel. Ik zit aan de andere kant van de helikopter, ik kan helemaal niks doen. Oké, wel grappig, maakt niet uit, één van ons moet kunnen schieten. Waar is die? Hij rijdt rechtdoor. Ja, je rijdt rechtdoor, ja. Op de weg. Hij gaat er gewoon met de geldkoffer vandoor. Hij heeft een geldkoffer gestolen van een andere crew. En ja, wij als Private Military Army pikken dat natuurlijk niet. Oké, hij rijdt daar. Oké. Ja. We moeten Zit weer aan de verkeerde kant, we moeten wapens hebben. Ja, ik kan ook niet schieten als hij in de voorkant zit. Nice, nu kan ik schieten, Mooi. Iets meer erbij gaan hangen. Zit de banden kapot? Oké, okay, banden zijn lek, Oké, ga hem ervoor hangen, draai om. Draai de heli maar. Ik kan nu ook schieten. Oké, okay, knal hem kapot. Niet zo gemakkelijk. Oh shit, andere auto zit er ook naast. Kijk uit. Oh, de heli heel. Oké, de heli er ook. Kijk uit, als hij zelfs doodgeschoten wordt, die guy. Dan moeten we de package eigenlijk moeten omlaag. Onze helikopter rookt. Ga maar landen, we pakken een andere heli. Ja, we pakken allemaal onze eigen heli, jongen. Ja, nee, dat heeft ook niet helpen. Oké, Hier staan twee helis met twee de kiezen. Twee annihilators, oké. Blijf jij bij de VIP, Joey? Ja, is goed. Deze. Ga je met mij mee, Stefan? Ik wil vliegen, Ja, vliegen. Is goed. Oh, wacht, nee, jij gaat maar vliegen. Ik ga wel instappen als bijrijder. Oh mijn god, Roy. Waarom pak je nou die heli? Fuck! Ja, omdat Stefan naar die andere liep. Ik denk niet dat we de packers op deze manier nog kunnen krijgen. Ze moeten helemaal naar de andere kant van Los Santos. Ja, inderdaad. We komen er makkelijk. We moeten gewoon nu een beetje op gaan schieten. Oké, ik gebruik de mounted... Ik gebruik de mounted camera aan de onderkant. Ik kan niet heel veel mee, helaas, maar... Helemaal top. We zijn onderweg. Het ziet er wel vet boys, uit. Twee attack helikopters. Ja, jongens. Dit wordt vet. Kunnen we niet beter de limousine bellen? Die ability heb jij toch, Stefan? Ja, maar daar komen dan moeten we een stuk voor ze zijn. Ja. En ja, dan verdienen we ook niks aan de missie. Want de limo kost helaas ook 20.000 om te laten bezorgen. Daar heb je gelijk in, Oké, hij zit inmiddels in de bergen. Ik zal een beetje call-outs geven waar hij is. Hij rijdt langs Martins huis nu. Dus dan hebben jullie een beetje een idee waar hij rijdt. Ja, ik zag hem rijden in. Het is niet het witte stipje waar we achteraan zitten. Het is het, het rode stipje met de koffer. Rode koffertje, ja ja. Rush XD heet die. Rush 5 XD. Oké. En fire. Attack engaged. Hij zit goed in de bergen. Joey kan hem raken nu. Hij gaat naar links, Remmen. Oh, je schiet op mij! Je schiet op mij, Roy. Kijk, koffer is down. Hij heeft geen package meer. Event is over. Delivered dead drop package. Oké, helaas. Package is er vandoor. Okay. Laten we terug gaan naar de boot. Oké, hij heeft hem dus gewoon gedeliverd. Okay. Ja, dan moet hij naar de andere kant van de map. Oké, maakt niet uit. We gaan terug naar ons schip. Helaas. En we wachten op de nieuwe missie. Goed. Volgen jullie. Ik heb zojuist een intel gekregen van Lester dat er een grote kans is dat er een andere crew een aanslag wil plegen op mij. Dus ik wil graag dat jullie daarvan op de hoogte zijn. Oké. Begrepen. En ze weten waar mijn schip ligt. Dus er is een kans dat ze naar mijn schip komen. Oh shit. Oké, ik zie ons schip al liggen. Zou ik deze helikopter ook gewoon landen, dat we twee annihilators hebben? Volgens mij heb je namelijk twee plekken op deze boot. Ja, twee plekken, anders staat er een heli. Ja, ja, zie je, je hebt twee plekken. Oh, ja, maar anders een heli. Dan plaatsen we nog gewoon op het dak van de boot. Ja, is goed.
Oh, ik schrok me dood. Ik dacht dat ze op ons gingen schieten. Ik dacht verkeerde boot. Oké, netjes geland. De dingen zijn net, iets te groot, deze helikopters. Yep. Maar dat wil op deze manier. Dus. Oké, we zijn weer in ieder geval veilig op onze thuisbasis. Laten we eens even kijken wat we allemaal voor VIP dingen hebben. Oké, ik heb hem geland. Hij staat VIP op het abilities. Dak. Nee, VIP Jesus. What the fuck? Oké, jongens, ik ga hem aanzetten, okay. Ja? Er is een kans dat onze boot nu aangevallen wordt. Ja, is goed. Ik ben er klaar voor. We kunnen alleen geen wapens gebruiken nu. Eventenjacht van attackers. Nou, ik kan zeker wel. Oh my god. Oh my god. Oké, meneer de VIP. Let's go, boys. Meneer de VIP, ik adviseer u om binnen, naar binnen te gaan. Ik moet dat doen. Het is natuurlijk altijd uw eigen keus, maar ik adviseer u wel om naar binnen te gaan. Maar ik wil mijn jacht beschermen en ik wil niet... Oké, meneer. Net als de kapitein, die moet als laatste van de boot af. Oh, ja, Defend de jachts upper deck. Jongens, we moeten op het upper deck staan. Dat is dus wij staan op het upper deck. Is dit upper deck? Oh, hier is het upper deck. Oké, nice. Kijk, dit is het upper deck. Hier zo. Ja, oké, nice. Meneer de VIP, ik denk dat u in deze gele cirkel moet staan. Oh. Dat denk ik eigenlijk ook. Nee, dit is gewoon de upper deck. Wat moeten we Ja, er komt al iemand aan. Eerste helikopter incoming. Alarm. Serieus? Er komt iemand aan in fucking passive mode. Serieus? Oh ja, jongens. Er komen zoveel mensen op ons af. Een helikopter en 3 rode stippen. Nog een helikopter die bij het vliegveld staat. Ik denk dat die er ook aan gaat komen. Oké, iedereen pakt de homing launchers. Hij is heel snel bij ons. Ik zie in één keer heel erg veel rode stipjes op de kaart. Zijn dat allemaal enemies? Wat zijn dat? Mm-hmm. Ja, dat zijn allemaal enemies. Oké, helikopter incoming. Oké, we gaan onze jacht. Ik ga mijn jacht defense over. Jacht defense kan niet aan. Hij is daar in de lucht. Je ziet hem met Joey. Oké. Ja. Lock and load. Fire. Oh shit, zijn vuur ook. Boom! He's down! Lekker Joey. Helikopter down. Oké, jongens, bereid je voor op de rest. Hoe lang? Oh. Hij gaat sowieso zo meteen uit passive mode. Wacht maar, ik weet het zeker. Nee, hij zit in de crew. Ik denk dat hij wel aardig is. Hij zit in onze Zal ik hem inviten? Dat kun jij niet zien. Ja, invite hem maar. We kunnen alle hulp nu gebruiken, Stefan. Geef hem gewoon een baan voor een uurtje. Ik weet niet of dat kan. Ik kan geen bodyguards hiren nu. Oh, dat we in de missie zitten. Kut. Oh, er komt een fucking vliegtuig aan, jongens. Oh shit, vliegtuig, stingers ready. Dus we moeten niet allemaal uit de buurt van de helikopter blijven. Die kan misschien ontploffen. 1, 2, 3. Wat gebeurt er? Ja. Hij ging een passive mode. Oh, jongens, iemand op... Oh, laat maar. Oké, holy shit. Ja, dat is schrikken, man. De hele tijd. Ja, sorry. Jezus. Luister, nee. bij de kust zijn enemies... Bij de kust zijn vliegtuigen, helikopters en boten klaar om onze boot te kunnen raiden. Die zijn daar nu gespand, zeg maar. Dus dan dat je er even op de hoogte. Oh ja, nee, de boot komt eraan. Oké, Joey, andere kant van het schip. Rotation. It's coming our way. Get destroyed, bitch. Oh, fuck, we hebben gemist. Heeft hij het gedodged? Hij heeft een waterscooter. Snel. Ga naar de achterdek. Ja. Shit. Waar zit hij? Ik hoor een vliegtuig! Oh, holy shit! Hij is geland. Oh, ik heb hem. Ik heb die guardie uit het vliegtuig sprong. Ik gaf hem een headshot. Ik word geschoten. Boot is onder attack. Oké. Holy shit, die andere gast die op de boot... De enemies die naar de boot onderweg waren, spawnen allemaal op het strand links van ons daar, op die punt daar. De enemies lopen elkaar ook uit te schakelen. Dat gebeurde vorige keer ook al. Dat is zo dom. Die moeten eigenlijk met z'n allen samenwerken. Maar ze schakelen elkaar al uit op het strand. Oh shit! Boom. RPG impact! Bent u nog veilig, meneer? Oh. Meneer, bent u nog veilig? Fuck. Ik denk dat als u doodgaat, dat we hebben verloren. Dus blijf veilig. Een helikopter staat daar ook op het strand. Ik ben aan het zoeken naar enemies. Ik zie geen enemies. Zien jullie nog enemies op de map? Ja, ik zie een heel veel bij die helikopter daar. Links voor. Ja. Op de map. Ja, de helikopter gaat opstijgen. Oké, de homing launchers worden in aanslag.
Hij vliegt weg. Ja, oké, okay, kom maar. Oh, holy shit! Holy shit, dat was één nice schot daar. Hè? Oh, in de rug, nog een helikopter. Oh fuck, achter ons, achter parachute, ons. Parachute, er is een parachute aan het landen, parachute aan het landen. Oh shit, 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 hij is op de boot, hij is op de boot, hij is op de boot. Oh fuck. Stefan, ga in die cirkel, ga in die cirkel. Enemies, nee, ze kunnen ook vanaf boven, hè, via het dak schieten. Okay, er is een helikopter geland op de boot. Aan de kant, ik schiet een raket op de heli. Geen kills. Oh shit, zit er eentje op de achterkant van onze boot, jongens. Fuck, 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 fuck. Kut. Oké, okay, ik kan niet locken op die heli. Kut, sorry. Hij zit hier boven. Ja, hij gaat schieten, hij gaat schieten. Hij is me dood, hij is me dood. Ga naar de cirkel, ga naar de cirkel. Ik ben down. VIP down, VIP down. Kijk uit! Roy, boven je! Roy, boven je! Oh, mijn god, boven me! Dat zei ik al. He's down, he's down, he's down. Okay, waar is die andere heli die in de lucht zat? Ga naar het upper deck. Blijf op het dak staan. Ga op het echte dak staan van de boot. Hoe kom ik daar? Oh, via de voorkant. De ik hoor een boot incoming, boot incoming. Ja, 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 ik zie hem ook, ik zie hem ook. Of een jetski. Ik heb gelokt. Oh, hij heeft ze gedodged. Heli incoming. Guys, heli incoming. Oké, okay, hij is in passive mode gegaan, die motherfucker. Jullie zien het op de map toch, die heli? Ja, ja, ja. Oké, okay, ook een boot, ook een boot. Nog een boot. Jetski, wat is het? En he's down, he's down. Netjes. Okay. Nice, nice, nice. Nog. Iemand in het water. Oké, okay. Okay, boys, boys, we hebben dit. Oh, iemand nog naast onze boot. Op de jetski. Is nu op de boot. Oké, okay, wacht maar. Er gaat weer een nieuwe helikopter. Er gaan twee helikopters opstijgen op dit moment. Oké, okay, nice, nice, nice. Okay. Okay, er komt één helikopter richting de boot. Hij is gelokt. Nice, nice, down. Nice, ik word geraakt. Ze zijn ook aan het snipen vanaf daar. Kijk uit, meneer. Oké, okay, één iemand in zijn parachute, die ga ik nu neersniperen met mijn heavy sniper. Ik heb hem al geraakt. Ik heb hem één keer geraakt. Zijn body armor is gone. Oh, ik zie hem zwemmen. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem dood, ik heb hem dood, ik heb hem gesniped. Nice, nice, okay. Nice. Eentje zit weer in de helikopter, volgens mij. Helikopter heb ik geraakt. Weer iemand. Helikopter is nice. Down. Er staat nog een andere helikopter daar. Zit iemand achter de boot? Zit iemand achter de boot? Stapt iemand in. Oké. Okay. Sniper jongens. Ik switch aan mijn stinger. Ik ook, ik ook, ik ook. Oh, hij oh fuck, hij dodged alles. Hij springt eruit, hij is eruit gesprongen. Hij is eruit gesprongen, hij is eruit gesprongen. Waar is die, waar is die, waar is die? Heeft hij zijn parachute wel gebruikt? Of is hij gezwommen? Laat zwemmen. Ja, volgens mij ligt hij gewoon in het water. Hij is dood. Oh, er zit een enemy hier in het water aan de zijkant van de boot. Oh, ja, Rick Baas, ja, die heeft een passive mode aanstaan. Passive mode. Maar ik vind de passive mode echt nergens verslaan. Hij is dood, hij is dood, Roy. Luister in. Nee, kijk, dood. Hier zwemt iemand naar onze boot toe, kijk dan. Passive mode. Eén aan de achterkant, één enemy aan de achterkant. Ja, ja, die is net naar het passive mode bedoel gegaan. Ik. Wacht, ik ga hem pakken met mijn shotgun. Oh, ik ben down! Oh, kut, 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 kut. Ik word ook geraakt, kut! Fuck! Oké, okay, ik heb hem, maar hij heeft mij ook. Okay. Maar dat maakt niet uit. Oké, okay, ik heb hem in ieder geval. Hij is uitgeschakeld, goed nieuws. Oh, er zit iemand... Oh, dat is Roy. Oké, okay, ik schrok me dood. Oké, okay, body armor, body er armor. Er komt een jetski armor aan, hoge snelheid, aan de kant van het strand. Ook passive mode aan. Okay, ja, waarom inderdaad kunnen mensen passive mode aanzetten nu in zo'n situatie? Het slaat helemaal nergens. Dat vind ik ook echt belachelijk. Ja. Hij gaat er eentje in. Er zitten drie mensen op de boot in passive mode. Iedereen zet passive mode aan en dan gaan ze passive mode uitzetten. Waar slaat dat op? Dat is toch de hele, niet de hele logica van de game niet? Mhm. Het is
zeggen. Shit, zit iemand op een jetski? Ik heb hem gesniperd, holy shit. Ik heb hem gewoon van die fucking jetski afgesniperd. Oké, okay, nice. Hey jongens, blijf bij het upper deck ding staan, want we hebben niet zo heel lang meer. En ik heb het gevoel dat mensen zo hun passive mode uitzetten en dan er in één keer in komen rennen. Ja, dat gevoel heb ik ook. Ja, dit blijft nu ons... Ja, oké, er komt er eentje inderdaad aangerend. Ja, het zit één iemand boven op de boot weer. Op het dak van de boot. Ja, die kan elk moment inspringen. Blijf in een cirkel staan. And we are done, denk ik. Ja. Ja. Holy shit, dat je geldje krijgt. Zet de defense aan, nu, Stefan. Zet de defense aan. Defense system. Ik ga eerst het geld op mijn macebank zetten, wacht even. Ja, er komen nog 3 helikopters aan, Stefan. Kom op, defense. Ja, die knal ik uit de lucht, seconde. Huppakee, oké, alles staat op mijn bank. Ik druk nee, kut. Godverdomme, kijk dit. Die, bitch. Oké, ik ga het nu aanzetten, ja? Hoeveel helikopters zijn er? Shit. 2, 3, zet het aan. Boom. 2, 1, schieten. 2, 3. Boom, he's down. Ik heb hem gekild. Wat moet je niet doen? De boot schiet ze ook uit de lucht, dat is veel leuker. Oké, het anti-air dingen staat aan van de boot. Oké, laten we gaan jongens, we gaan naar nieuwe missies. Iedereen instappen? Yo, is goed. Wilden we nog iemand inhiren extra of niet? Ik wil vliegen. Nee. Okay. We hebben al bewezen dat we met z'n drieën gewoon hartstikke sterk zijn, dus we hebben niemand nodig. Oké, dan moet ik nu wel 5 minuten wachten voordat ik een nieuwe job kan doen, nieuwe werk. En ik moet een uur wachten voordat ik de nieuwe boten dingen kan doen. In de tussentijd kunnen we wel even naar de ammunition gaan, inderdaad. Ja. Er wordt geschoten vanaf onze boot, hoor ik. Ja, is het... misschien schiet hij ons nu eruit. Nee. Wij worden wel gebokt. Worden gelokt. Jumpen! Nee, niet jumpen. Ik ben niet dood. Ik wil niet dood. 2 seconden later. Kaboom. Oh man. Oké, jongens, we gaan over naar een nieuwe auto. Oh man, dat was echt grappig. Holy shit. Joey, je hebt een goede beslissing gemaakt. Door eruit te springen. Oh man. Ik dacht, dat dodgede Stefan toch wel even. Ik was ook aan het dodgen, maar. Ik ken Stefan langer dan vandaag. Joey, stap in. Kom eraan. Oh ja, tuurlijk. Zet je auto lekker bovenop me, jongen. Kut. Joe is aangereden. Wow. Oh man, dat was echt fantastisch. Final destination. Je wordt niet door de rocket gekild. Dus span hem een auto bovenop je hoofd. Oh man. Oké, in de tussentijd gaan we eventjes naar de ammunition toe. Want ja, een echte crew moet zich natuurlijk even weer voorbereiden op de volgende missie. Dus ik neem aan dat de waypoint die er nu staat richting de ammunition is. Oké, we hebben nog wel politie achter ons aan. Die moeten we eerst zien kwijt te raken. En een helikopter in passive mode. Waar slaat passive mode op? Waarom bestaat dat? Ja, er zit een helikopter achter ons aan in passive mode. Dan gaat hij zo meteen uit passive mode en start hij neer boven op ons hoofd. Oké, maar we moeten de politie zien kwijt te raken. Want anders kunnen we niet naar de ammunition, want we hebben nu 2 sterren. Oké. Ja, dus als ze even aanwijzingen geven waar ik heen moet voor de politie, dan... Overal waar de politie niet is. Nee, hier moet niet heen, want er is ook beveiliging bij de filmstudio's natuurlijk, die ons kan doorgeven. En de waypoint die ik nu zie, is die nou nog steeds naar het politiebureau. Het politiebureau, goede keuze. Kan iemand even een goede waypoint zetten? Ja. Ik heb een waypoint. Ga daarheen. Dan ben je op het strand. Ik wil niet naar het strand. Ik heb geen zin in het strand, zolang ik de politie nog achter me aan heb. Ik wil naar de ammunition, maar ik wil eerst een veilige plek. Ja, maar bij het strand kan je heel makkelijk ontsnappen. Zet hem eens even weg. Zodra we hier... De waypoint is weg, Roy. Oh, sorry. Als we daarheen gaan, daar zit de tunnel. Zo raken we de politie ook kwijt. Oké, zet u er even een ammunition, een waypoint, dan... Dat is een ammunition, meneer. Oké, dankjewel, beveiligingsmannetje. Beveiligingsmannetje? Hoofdbeveiliger Killer J is het voor u, meneer. Kom op. De heer Killer J. Oké, voor mij zijn we de sterren bijna kwijt. Zit hier letterlijk een ammunition om de hoek, daar heb ik een waypoint op gezet. Oké, dan gaan we daarheen.
Daarna laat ik even onze helikopter weer even langskomen van het jacht. Oké, hier is de ammunition. Nice. Kunnen jullie even de ingang bewaken? Ik moet zelf ook even naar binnen, meneer. Dit keer is het gewoon zijn taak om de ingang te bewaken. Ik denk dat ik een hele irritante helikopter vond. Dan koop ik alleen even het nodige. Zoals homing lounge kogels weer. Ja, homing lounge kogels zijn wel het belangrijkste, denk ik. Ja, oké, die heb ik nu. Dan ga ik nu naar buiten, als ik niet geblokt word door jullie. Oh, ja, oké, mooi. De passive mode guy, die staat ook buiten. En die heeft onze auto gejat, in passive mode. We kunnen dan zijn hele jatten in passive mode. Ja, maar als VIP is passive mode niet beschikbaar. Luister, dit is mijn nieuwe hele jongens. Iedereen instappen. Ja, die rookt als een gek, hè. Hij zal hem niet voor niets achter hebben. Stap nou maar in. We regelen wel weer een nieuwe. Oké. Joey alleen nog. Ik heb trouwens ook een insurgent pick-up eventueel. Voor als we... Hoe heet het? Als we echt een missie willen gaan doen. Ik bel zo met... Ik vlieg met deze helikopter wel even naar de plek waar we heen moeten. En dan laat ik een limo komen. Dat is ook goed. Yeah, let's go. Ik kost je alleen wel weer geld. Dat is wel zonde. Maakt niet uit. Ik ben toch VIP. Ik ben niet voor niks miljonair. Even kijken. We landen met 4. Dan ga ik eventjes een nieuwe missie starten. Als dat al kan. Even kijken. Challenges. There we go. We kunnen kiezen uit meerdere missies. We kunnen kiezen uit auto buyout. Even kijken, ik lees wel onder wat eronder staat. Deliver and steal the most high-end vehicles. Compete and find a hidden package. Compete and survive a wanted level until the time runs out. Point to point. Compete in a race across Los Santos. Oh, dat is wel leuk. Willen we gaan racen met z'n allen? Of ja, willen we gaan voor werk? We gaan werken. Werk is beter. We gaan werken, jongens. Werken. Gaan we een deathmatch doen tegen een andere crew? Is er een andere dat crew? Is vet, maar ik weet niet of er inderdaad een andere crew is. Ja, er zijn wel andere crews, maar ik denk dat we beter even een package kunnen deliveren. Want als je een deathmatch doet, dan word je niet echt goed betaald. En ik weet dat u een VIP bent en ik weet dat u... Hostel takeover is dat, hè? Ja, dat je een package moet... Wat willen daarom doen? Is ook dat de welke andere basis? VIPs... De moeilijkste is... weet dat? Legerbasis. De legerbasis. Dan moeten we een tank steken. Zullen we eens een keer naar het kannibalenkamp gaan? Dat is ook wel leuk, toch? Is goed, meneer. Aan u de keus. Zou ik even uit mogen stappen? Dan bestel ik even een... Ja, u kunt gaan vliegen, maar ik bestel even een escort. Een escort king. Oké, dan vlieg ik die kant vast op. Oh, ik mag hem niet bestellen. Sorry. Mag ik terug, meneer? Mag ik staat daar wel heel mooi op het dak, hè? we gaan ook even een nieuwe heli pakken. Oh, wacht. Misschien als ik naar beneden... Ga even niet springen, niet springen, Joey. Nee! Ja, bel nu de limousine. Bodyguard down, bodyguard down. Hij heeft zojuist zelfmoord gepleegd. Hij zag het leven niet meer zitten als bodyguard bij mij. Ik begrijp het ook wel, helemaal. Ik kreeg het stap in. Joey, stap in. Oké, weer. Ja, ik mag gewoon niks bestellen. Je hebt alle opties voor mij uitgezet. Oh. Zachte landing, meneer. Iedereen daar binnen heeft zijn kont gebroken, volgens mij. Ja, klopt. We gaan nu even een nieuwe heli halen. Oké, meneer. Zou ik mogen vliegen? Ja, je mag zo vliegen. Oké, jongens. Ik kies voor de andere optie. Parachute. Iedereen nu. 3, 2, 1, go. Laters. Woehoe. Oh, shit. Ik hoop dat die guy die in die heli zit... dat hij er ook uitgesprongen is. Oeps. Even naar account. Ah, waarom? Okay. Waarom wordt die heli nou gestolen? Ja, dat gaat ook niet door, hè. Ja, ik knal hem uit de lucht. Dat pik ik niet, hè. 1, 2, 3, doei. Spitter. Oké, zullen we snel een andere heli pakken, want onze missie is wel begonnen. Zo. Pak maar een heli. Gegroeid. Pak deze maar. Nee, ik heb al deze. Ook goed, ik stap bij jou in. Ik wil naast je zitten. Yo. Spinning up the rotor, sir. Oké, let's go. We moeten naar de Altruist camp. Oftewel de kannibalen, de naakte kannibalen. Oh shit! We worden gelokt. Maak bochtjes achter de gebouwen. Nice. Vliegen. Omlaag en weg. We worden nog steeds gelokt door iemand. Oké,
Nu doorvliegen. Oké, we vliegen nu langs mijn auto. Uit. We kunnen eventueel met die pick-up auto. Die staat links. Nee, we houden de heli. We gaan met de heli daarheen. Want het is echt een niemandsland, hè. En we hebben niet veel. We zijn aan de andere kant van de map. Oké. Ja, ja dan, heb je, dan heb je een punt. Okay. Ik zet een waypoint. Let's go. Neem maar wat hoogte, want ik weet niet hoe hoog ze ons kunnen lokken, maar. Oké. We moeten dus nu een pakketje op gaan halen daar. En daar zit best wel wat veel geld in. En die willen we graag hebben voor onze crew. Dus we zijn onderweg. Klopt. En zullen straks zelf wel zien wat er gebeurt. En als we dat geld hebben, dan kan ik een nieuw huis kopen. Hier. In de Pinewood Hills. Dus, dat is nooit verkeerd, hè? Nieuw huis. Dat is altijd chill. Zeker. Dus dit pakketje is wel een must. Dus laten we deze even gaan halen. Ik ben er ook volgens mij echt nog nooit geweest waar we nu naartoe gaan. Ik ga eens even op de map kijken. Echt? Nog nooit? Er zijn een kannibalensect is dat. Een soort van. Ja. Je moet er ook niet heen gaan alleen. Want waarschijnlijk word je dan aangevallen of geraped door die guys. En eten ze je op. Ik denk. Serieus? Ja, dus je kunt er niet in je eentje heen gaan. What the fuck, ouwe? Meneer de VIP. Nee, ik zou er nooit heen geweest. Ja. Ik wil u wel er even aan herinneren dat mijn dienst over een half uurtje eindigt, oké? Okay? Dus. Als u nog wat dingen wil doen met vandaag, met bescherming, dan doe je daar wel... U laat mij dan gewoon alleen? U zorgt er wel voor dat ik veilig op mijn boot wordt afgedropt? Ja, natuurlijk meneer. Maar ik wou u gewoon even herinneren dat mijn dienst over een half uurtje eindigt. Voor mij is altijd hetzelfde. Oké, okay. Wat een gezelligheid. Dus ik denk zonder beveiligers meer. Wat heb ik nou aan deze guys? Oké, okay, voor mij is het hier. Ik kan niet balen dan. Ja, dus okay. Laten we hier maar heel landen en dan gaan we inderdaad even snipen. Zo, zachte landen. Oké, netjes. Nou, omhoog lopen allemaal. En dan wachten we heel eventjes op mijn call. En dan gaan we pas schieten. Oké, eerst even kijken hoeveel enemies er zich bevinden in het kamp. Zien jullie al enemies lopen? Ja, ze is eenmaal op ons. Waar? Om ons te kijken. Ja, helemaal aan het einde van de berg. Ik zie er wel even eentje dood. Kaboom. Sorry meneer. Nog wel eentje dood. Ah, ja, ik zie ze daar staan inderdaad. Dan schiet ik er nog wel eentje dood. Kaboom. Kaboom. Zo, dat waren de drie. Oké. Okay. Als ik er niet overleef meneer. Ik vind het kamp wel een beetje uitgestorven. En ik zie ook geen kannibalen lopen of naakte mensen. Dus wat is kom op parachute! Ja, ik ook. Oh, what the fuck. Nou. Oké, waarom lag hij boven op die bergparachute? Ik sprong van de berg af en ik ging dood. Oké, Stefan, stap in de helikopter. Nee, niet in de heli. Niet in de heli. Ik heb intel gekregen dat ze rockets hebben. Dus als twee mensen naar beneden kunnen gaan en eentje hierboven kan sniperen, want zodra iemand dat kamp entert, worden ze boos, oké? Okay? Dus okay, kunnen jullie naar beneden komen? Ik sta al bijna voor de ingang van het kamp. Oké. Joey, ga jij maar met hem mee. Ik blijf op een afstandje wel sniperen. Oké, meneer. Ik hoop wel dat mijn poppetje leven. Ik ben onderweg! Ik val weer. Oké, ik zie jullie. Het hek is nu open. Oh, daar staan er nog een paar. Oké. Huppakee, die is dood. Oh shit, er zijn fucking veel enemies. Okay, die is dood. Alarmfase rood. Alarmfase rood. Iedereen komt naar beneden snel. Die allemaal dan? Ja, die zie je pas spannen als je beneden bent. Help me. It hurts. It hurts. It hurts. Stefan, help me. Au. Oké, let's go. Welke been? Oké, let's go. We zijn binnen. Oké, ik zie nu de package op de kaart. Als jullie maar kunnen defenden. Oh, nice. Kijk, blijf bij mij in de buurt. Ik blijf in de lucht. Er lopen voor mij ook heel veel onschuldige mensen hier rond. Maakt niet uit, het zijn allemaal kannibalen. Oh ja, ik word geschoten, ik word geraakt. Staan bij de package, Kan jij met de helikopter straks richting de package vliegen? Op dat landplatform? Kom nu naar de package. Oké. Oh shit. De helikopter staat nog een stukje verderop. Ik heb de package. Ja, meneer. De LSPD komt eraan. Kom nu. We hebben drie sterren politie, kom. Je moet nu met de chopper komen. Oh. Ik ga dood, schiet op. Als jij nog werk wil hebben aan het einde van deze dag, kom nu. Woo! I made it. Oké. Ja, dat maakt niet uit. Wij zijn aan het doodgaan. Sneller.
Landen. Nee, ding gaat niet sneller. Instappen. Go. Okay, instap weer op. Meneer, stap in. Let's go. Oké, go. Oh shit! Oké, vliegen. Oh shit, de helikopter is beschadigd. Vlieg gewoon, we blijven politie houden tot we bij het gele punt zijn. Politiehelikopter. Vlieg gewoon naar het gele punt. Vliegen, go. Het gele stipje. Yo. Even kijken, waar is het gele stipje op de kaart? Even zoeken hoor. Oh, die is best wel ver weg. Die is, ik weet niet of we dat nog halen, maar blijf maar gewoon zo hard vliegen als je kan. Ja. Als je denkt dat de helikopter er echt helemaal mee stopt, ga zo hoog als je kan. Hoog als je kan en zo ver als je kan. Want als we omhoog gaan, dan kunnen we altijd nog uitspringen als de heli ermee stopt. Ja, is goed. Oké, we hebben 3 sterren. We moeten proberen de politie van ons af te schudden. En op dit moment gaat het redelijk goed. We zijn op weg om onze package te kunnen deliveren. Oh shit. Oké. Er komt een nieuwe politiehelikopter aan. Een beetje torchje. Ik probeer te torchen. Netjes, er tussendoor. Oké, nog een klein stukje. Ik denk dat ze het kwijt gaan raken. Het gaat goed op deze manier. Op deze manier doen we het heel goed, jongens. Eén tip, jongens. De politie blijft naar ons zoeken, omdat we hele belangrijke info hebben over een... Weer torchje, ja. En de politie kwijt. Oh, nice. Oké, land. En alleen de packers nog af te leveren. Probeer ons levend te houden bij deze landing, alsjeblieft. Ja, komt goed. Ik ga de grond alvast checken. Oh. Stefan ook, denk ik. Yep. ontwijk auto's. Oh, ontwijk die paal. Oh shit, het gaat weer. Oh nee! Ah! Boom! Oh, chill. Ik ben aangereden door een auto. Oké, ik kom eraan. Netjes. Oké. Jij hebt de package. We wachten hier op jou. Dan moet ik hem deliveren. Hier bij de ingang. Oh, ja. En there you go. Nice. Huppa, $16,500 in de pocket. Laten we het snel weer op onze rekening zetten voordat het door iemand wordt gestolen. Maze Bank. Deposit. En weer $16,000 erbij. Huppakee, bingo. Nice. Oké, nu heb ik genoeg geld om een superziek huis te kopen. Zou ik even in mijn telefoon kijken terwijl jullie mij beveiligen welk nieuwe huis ik zou kopen? Kijken jullie anders even mee? Want ik neem aan dat het gewoon de duurste villa is uit Vinewood Hills. Dat die ene is met het zwembad. Ja, ik ga zo even meekijken. Kijk hoor. Ja, deze heeft 10 apartments. Ja, voor mij is dat deze. Dat is een soort van kasteeltje. Die heb ik ook gezien in de trailer. Ja. Stilt apartment staat erbij. De Wild Oats Drive met 10 auto's die in kunnen. Ja, klopt. Die ga ik nu kopen. Bye. Oké, there we go. Dan hebben we ook nog een nieuw huisje erbij. Trade property. Nee. Ik ga niet mijn oude appartement inleveren, toch? He's down. What the fuck doe je? Oké, ik heb nu een nieuw huis. Dat was mijn auto, Roy. Jongens. Dat was de auto van de crew. Ik wil graag naar mijn nieuwe villa. Ik pak de heli wel even nog. Zolang die nog werkt. Hij heeft geen ramen meer en zo, maar... En daarom, Roy, ben jij hulpje en geen hoofdbeveiliger. Omdat je gewoon die dingen van onszelf kapot schiet. Helemaal niet, joh. We gaan even kijken bij mijn nieuwe huis. Je hebt jezelf bewezen. Ik heb mezelf, inderdaad. Weet je, een goede verdediger, ik was op de boot, ja. Je hebt net de limo van de VIP kapot geschoten. Jongen. Was dat een limo? Ja. Nee, dat was zeker niet een limo. Dat was een trash auto. Dat was een limo. Ik heb mijn limo kapot gemaakt. Ja, ik heb net een limo besteld en Roy heeft een RPG opgeschoten. Die ene van 20.000, kan je die ook bestellen? Jezus. Nee, het is niet de limo met de machine gun. Het is de normale limo. Het is de armored limo zonder machine gun. Ze is nog niet heel erg gelukkig voor mij, ik heb kapot geschoten, maar ik wist het niet. Ik zag een andere kleur van het. Dames en heren, wij hebben bijna onze bestemming bereikt. Ik vraag u vriendelijk om nu het helikopter te verlaten. Oké, meneer. Oké. Dat laat ik geen tweede keer zeggen. Oh fuck, het huis is ook echt blauw. Zal ik in je zwembad landen? Ik ga in je zwembad landen. Ik weet niet welk huis nou eigenlijk voor mij is. Voor mij is het... Deze. Oh shit! Ah!
Ah, ik leef nog. Ja, oh, ja, hier is inderdaad mijn villa. Fuck, niet in het zwembad geland. Hey, jongens, laten we eens even binnen gaan kijken hoe dit eruit ziet. Want ik ben eigenlijk best wel heel erg nieuwsgierig. Tadaam. Oké. En ik heb vanaf nu een nieuw huis in GTA Online. Dus we hebben nu een boot, een huis en nog een appartement in de hoge toren. Dat appartement onder Royalistic. En ja, dat betekent dat we weer een extra aanbellen. Hideout hebben. Ik ga eens even de deur open doen voor jullie heren. Bus van Rico Nolwe. Zo. Oh, het is één huis omlaag. Ja. Wow, ik landde bij het verkeerde huis. Sorry. Ik zit erin. Oké. Oh, dit huis is best wel anders dan alle andere huizen. Dit is wel heel tof. Nou jongens, zullen we maar een kleine rondleiding gaan geven? Nou, dit is mijn nieuwe dinner area. What the fuck? Het ziet er best wel mooi uit. Je magnetron is alleen wel een beetje skeer, maar dat maakt niet uit. Dat, mag ik naar binnen? Waarom heb ik zo'n skeer magnetron? Even serieus. Heb je zo'n huis en heb je zo'n magnetron? Ja. Niet eens ingebouwd of zo. Waar ben jij, Joey? Wat is dit huis ziek? Jezus. Oké, jouw lounge room, daar komen we wel vaak. Ik denk dat we hier wel wat nieuwe GTA Online parties kunnen gaan houden, dat zeker. Oh ja, Stefan, het leuke is, je kunt je huis zelf inrichten. Net zoals de boot. Dat is ook je zelf inrichten? Nice. Je kan zelf beslissen wat voor bank je neemt. High class, normale bank. Waar moet je dat kiezen dan? Als het goed is in je huismenu. Maar dat kunnen we wel later verder behandelen, want ik weet ook nog niet. Je hebt zelfs een fucking wand met water. Waterval. Ik heb dat ook alleen maar gelezen op de update Reddit pagina. Dus. Ja, ik geloof het best. Alleen ik zie voor mij nog geen huismenu. Een jachtservices heb ik, maar... Nou, Steven, jij hebt de ziekste fucking slaapkamer die ik ooit heb gezien. Oh, die wil ik zeker even zien. Ik wil allemaal in die slaapkamer zien. Wow, what the hell? Wow. Is het een waterval in mijn huis? Ja, maar kijk hoe ver je huis naar beneden gaat. Het gaat helemaal de berg in. Wow, deze slaapkamer is ook best wel ziek. Ja, ik heb zelfs een inloopkast. Wow. Oh. Heb je ook een badkamer? Ja, privébadkamer. Wow, holy shit! Oh shit! En weer die wand, hè, Stefan? Stefan, check waar de heist room zit. Helemaal undercover. Helemaal beneden. Oh, nice. Dit is wel een ziek huis, dit. Kom hier naar de heist room. Kijk dit. Hier kun je gewoon relaxen voordat je heist gaat plannen. Kun je hier een beetje zitten, zo. Deze stoel. En dan ga je hier naar binnen en dan heb je de heist room. Dit is gewoon ook een bunker, of niet? Ja, we zitten hier gewoon in. Dit is gewoon een bunker onder ons huis. Je kan nooit iemand zo makkelijk komen. Hier zijn alle heists die er waren. Super tof, heist room. Ik hoop nog wel echt dat er een keer nieuwe heist uitkomen, want dat zou echt zo chill zijn. Ook een goede setup, Stefan, hier. Dat is wel een goede setup. Maar mijn dienst eindigt, meneer. Ja. Dat is jammer. Hij zit er ook op. Willen jullie niet nog even een biertje drinken in mijn prachtige appartement? We kunnen wel even afsluiten met een biertje, maar daarna moet ik er echt vandoor. Ja, dat wil ik ook wel. Oké, eens even kijken. Wat heb ik? Ik heb hier wijn. Waar is de bier? Ik zoek de bier. Ik heb wel die lekkere groene cocktails, die heb ik ook nog steeds. Ja, laten we dan maar naar de whisky gaan. Ja, of als je een bong wil hitten, die staat toevallig hier. Nee, die is Franklin vergeten, denk ik. Ik hou niet van drugs, meneer. Ik kan er echt niet met drugs omgaan en met wapens tegelijk. Maar drank, dan neem ik wel een lekker wijntje. Zo. Lekker high class, in mijn nieuwe appartement. We schenken lekker een wijntje in. En dit zijn dus alle nieuwe... dingen die je eigenlijk kan doen in de nieuwste update van GTA. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. En dat was het eigenlijk weer. Iedereen vergeet niet deze video te liken als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet niet te subscriben als je dat nog niet gedaan hebt. En check ook mijn social media, Facebook, Twitter en Instagram. De links staan in de beschrijving. En ik wil natuurlijk Royalistic en FireEchoKillerJ weer enorm bedanken voor het helpen van deze toffe video. Hun kanalen kan je ook in de beschrijving vinden. Dus check hun kanaal natuurlijk ook uit. En weet je wat we aan het einde van de video gaan doen? We gaan één dingetje doen. Iets heel kleins. We gaan namelijk het spelletje spelen Verkleedpartijtje. Kijk. Zo zien jullie er wel uit hoe ik jullie zou omschrijven in het echt. Gewoon. Oh mijn god. Wat? Oké, dat was de video. What? Iedereen bedankt voor het kijken. Laters! Later! Later. Oh. Ah! Oh ja, tuurlijk. Zit de auto lekker bovenop me, jongen. Kut. Ja, misschien schiet die ons nu eruit. Nee. Hij wordt wel gelokt. Jumpen! Nee, niet jumpen. Ik
Go. Ik wil niet dood. 2 seconden later. Kaboom. Oh, man.